Dank u wel, en mede namens Groep van Haga en BBW vandaag. Voorzitter, wat een drama. Graag had ik de minister-president hier gezien... maar de minister-president appt net naar een van de toeslagenouders... dat hij niet is uitgenodigd. Hij nou, heeft de minister-president geen enkele moeite... om zelf in elk televisieprogramma zichzelf uit te nodigen. Hij neemt selfies op, loopt naar de camera en doet van alles. Minister-president, als u dit ziet... Stuur een appje naar de Kamer, voorzitter. Wij leggen het debat rustig even een half uur plat. En ga u verantwoorden. U bent hier afgetreden, minister-president. Afgetreden op dit schandaal. En u weigert naar de Kamer te komen omdat u niet uitgenodigd bent... ...omdat de hele oppositie u wilde, maar vier partijen niet. Want, voorzitter, het gaat vandaag niet over de hersteloperatie. Het gaat over de rot in de rechtsstaat... Drie jaar na het aftreden van staatssecretaris Snell beschikken de ouders nog niet over hun dossiers. Het kan niet zo zijn in een rechtsstaat dat je onterecht beschuldigd wordt, alles kwijtraakt, onder het bestaansminimum geduwd wordt en vervolgens niet mag weten waarom. De regering heeft toegegeven dat er jarenlang dertien wetten zijn overtreden. Maar wie dat wist en wie er wat aan gedaan heeft, die vragen worden consequent niet beantwoord. En inmiddels wordt de 14e wet overtreden, want ouders hebben recht, artikel 842 van de wet Algemene Wet Bestuursrecht, recht op de stukken. Maar er is een ouder dossier, een CWS dossier, een bezwaardossier, een samenvatting van het dossier. Er zijn wel tien verschillende dossiers. Onder de wet, voorzitter, is er maar één dossier. Mogen de ouders dat dossier inzien? Niet zwart gelakt, niet wit gelakt, nee, gewoon wat er staat. En bij de procedure van de Raad van State heeft de staat zich op het standpunt gesteld dat ze niet inzagen in de stukken hoeven te geven waar het blijkt waarom iemand op een fraudelijst stond, terwijl 96% van die mensen niet terecht op die fraudelijst stond. Wil de staatssecretaris daarmee kappen? De overheid heeft tot taak de rechtsstaat en de rechtsbescherming te bewaken. Maar rechtsbescherming zonder dossiers is kafkaesk en dat heb je in Rusland. Gedupeerden moeten procederen tegen de landsadvocaat. Die heeft alle informatie. Die krijgt honderden euro's per uur. De gedupeerden die merken dat ook nu hun rechtsbescherming nog steeds wordt ontnomen. Er bereiken mij signalen dat er steeds meer sprake is van een strikte en juridische uitvoering van de hersteloperatie. Dat is te wijten aan het nog steeds bij herstel een regulier werkzaam zijn van medewerkers die inderdaad voor een bij de oude werkwijze jarenlang hem verdedigd hebben. De regering heeft gekozen voor compensatie in plaats van schadeloosstelling. Maar daar blijkt in de praktijk niets van terecht te komen. De strikte uitvoering is een reden te meer om het principe van equality of arms echt in te vullen. Gedupeerden moeten nu een schadebedrag noemen zonder dat zij toegang tot de experts hebben. In een democratische rechtsstaat hebben de betrokkenen recht om te weten waarom de Belastingdienst en de regering op de hoogte was van de wetten die zijn overtreden. Waarom zij aangemerkt zijn als fraudeur. In een rechtszaak heb je recht op de stukken. Voorzitter, een aantal vragen. Deze vraag heb ik al drie keer schriftelijk gesteld aan de premier en aan de staatssecretaris, maar ik krijg hem niet. Wanneer wist de top van de Belastingdienst van elk van de dertien wetten afzonderlijk dat ze structureel overtreden werden. Dat is de brief van 13 maart 2021. En welke maatregelen hebben ze toen genomen? En wanneer zijn de bewindspersonen op de hoogte gebracht? En welke maatregelen namen zij? Bent u het met mij eens en met D66... dat de betrokkenen recht hebben op alle stukken? Op alle op de zaak hebbende trekkingstukken? En wilt u de landsadvocaten zeggen te stoppen met procederen... net zoals staatssecretaris Velbrief met de Groningers gedaan heeft... Bent u het met mij eens dat vanuit het oogpunt van rechtsbescherming de recht hebben op gefinancierde bijstand door een schadeexpert, vooral als het hoog is? En kunt u mij bevestigen dat medewerkers van de Belastingdienst die voorheen de oude werkwijze jarenlang hebben verdedigd, niet bij de hersteloperatie betrokken zijn? En wilt u daar anders op ingrijpen zoals eerder toegezegd is door de regering? En voorzitter, bij het aftreden van het kabinet werd gezegd wij gaan de wetten aanpassen. Er komen hardheidsclausules. En bij de invordering komen er ook hardheidsclausules. Ik heb die wetten nog niet gezien bij de Belasting en de Sociale Zekerheid. Wanneer komen die, staatssecretaris? Wanneer gaat u ervoor zorgen dat dit naar de toekomst niet weer gebeurt? En bij de Commissie Werkelijke Schade, voorzitter... zou ik graag willen weten welke adviezen en welke druk... zij van de regering gehad hebben om de schadeloosstelling naar beneden te hebben. Is er geïntervenieerd de afgelopen 2,5 jaar? Hoe dan ook... Op de commissie werkelijke schade vanuit de regering of de top van de Belastingdienst. Dank u wel. De heer Van Houelingen voor Democratie. Dank u, voorzitter. Gisteravond kregen we een vernietigend advies van de bezwaaradviescommissie De Bak. Wat vindt u hier omzicht daarvan? Ja, voorzitter. Dat was verschrikkelijk. Gistermorgen hadden we een gesprek met de commissie werkelijke schade. En de laatste vraag aan de voorzitter die ik stelde was: kunt u uw werk doen? Een heldere antwoord heb ik nog nooit gehad. Nee. 2,5 jaar later. Er worden tien zaken per maand gedaan en er is een wachtlijst van duizend. Op deze manier duurt het tien jaar. En als, alle men, als er nog meer mensen toe gaan, duurt het 40 of 50 jaar voordat het gedaan is. Dat advies is vernietigend. En ik wil weten waarom het niet uitgevoerd wordt, maar dat dan weer externe consultants van PwC, Deloitte of in dit geval. Um, ADW topconsult ingehuurd worden, want er zijn mensen die wel rijk worden van de toeslagenoperatie. Hè? Dat zijn al die consultants. Die worden ingehuurd met de tientallen tegelijk. En de bak was helder. De bak zei: je moet kijken niet naar rechtmatigheid, maar naar rechtvaardigheid als uitgangspunt. En mijn vraag aan de staatssecretaris zou zijn: wilt u dat advies overnemen van de bak? Dat ze in ieder geval mogen kijken naar rechtvaardigheid. En ik wil weten welke druk is er op de commissie-CWS gezet. Dank u wel, meneer Opzicht. Dan, uh, geef en het voorzitter, het... tot slot. Ja? Ik vrees dat wij hier op koers liggen voor een parlementaire ondervraging of een parlementaire enquête naar de hersteloperatie. Dat zeg ik met zeer veel spijt. Dank u wel.